Het is maandagavond, even na 8 uur. Dan zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe NEC-update. Live, de podcast. Met in de studio Nick Rokers, Harold Bastiaans, Richard Heuveling en Johan. Allemaal welkom. Ja, jullie moeten even de microfoon delen met elkaar, hè? Dus ga er vooral niet om vechten. Maar dat moet goed komen. We gaan het vandaag hebben natuurlijk over de wedstrijd van afgelopen zaterdag. De terugblik op Heerenveen. We gaan het hebben over de oude poorten die in ere moeten worden hersteld. We gaan het hebben over prijzen. We gaan het hebben over geld wat we moeten betalen in het Goffertstadion voor een drankje. Soms een chipje erbij. En eens even kijken wat het allemaal de afgelopen jaren ook enorm is gestegen in prijs. Maar laten we beginnen met natuurlijk de terugblik op afgelopen zaterdag. Toen speelde NEC thuis in de Goffert tegen Heerenveen. Het was een wedstrijd waar wat druk op zat. We moesten natuurlijk gewoon winnen. De 3 punten moesten binnengehaald worden. En hoe klonk dat? Dat klonk zo. Is daar een schotkans voor Hoedemaker? De bal blijft liggen. Is daar de Van Krooi? Ja, ja. Van Krooi. Met zijn eerste balcontact in zijn eerste basisplaats. En daarmee ook meteen zijn eerste doelpunt. In het armen de lucht in. Komt die bal. Wie kan er tegenaan lopen? Het is Nuitink. En hij scoort. Het is 2-0 voor NEC. En het wordt gevierd met vak 080. Dan is daar de ruimte voor het schot wellicht. Nee, een steekballetje. Sontje Hansen gaat neer. En daar is het 3-0. Ja. Daar is zomaar de 3-0 door Kodai Sano. Nee, ik denk Sano, van Krooi, hoor. Ik denk Kodai Sano. Ja. Dat hij met rechts in de kruising achter Andries Noppert de bal poneerde. En dan fluit Mark Nachtegaal voor het laatst. En voor het eerst dit seizoen eigenlijk een enthousiast applaus van het publiek hier in de Goffert. Goed, het was inderdaad Van Krooi. Erwin had gelijk, want die maakte namelijk 2 doelpunten. Die maakte ook de derde. Ja, een wedstrijd waar wat druk op zat, Nick. Hè? Ja, alleen ik moet zeggen, dat merkte ik niet aan NEC in de wedstrijd. We moeten dan lachen. Ik begin ook gelijk te lachen. Ik merkte dat niet, hoor. Jij wel dan? Nee, ga verder. Nee, dat ga ik zeker doen, ja. Nee, ik merkte er niet veel van. Ik vond dat Heerenveen eigenlijk wel het spel maakte. Behalve natuurlijk de 1-0, gelijk de 3 minuten. Ja, toen dacht ik nou, zo, er gaat het gebeuren vandaag. Maar verder vond ik dat Heerenveen eigenlijk de hele eerste helft wel het spel maakte. Ik denk tot aan het einde van de eerste helft. Toen werd NEC weer wat beter. Maar de tweede helft, ja, die kon me wel bekoren. Toen vond ik NEC gevaarlijker worden. Zeker ook voor de goal. Ze zijn gewoon heel efficiënt geweest vandaag. Ja. Of dit weekend. Dat zeker. Want er waren niet heel veel kansen. Maar ze schoten ze er in ieder geval wel in. Jij zegt, nou ja, de hele eerste helft. De tweede helft beter. Lag dat dan misschien aan Heerenveen? Nou, weet ik niet. Want Heerenveen, dat deed het echt helemaal niks. Hè? Nee. Dat was echt heel slecht. Nou, wat ik wel grappig vond aan Heerenveen, voorafgaand aan het duel, je doet dan een positiespel. En NEC doet het op een vakje. Ik weet niet, ik denk 5-10 of zo. Maar Heerenveen doet het op de hele eigen helft. Spelen zij gewoon een positiespel. Ik denk 6-5 dan. Met nog een keeper erbij. Ja, ik vind het wel bijzonder, zo'n warming-up op zo'n hele helft. Ja. Ik heb het nooit gezien. Ja, ik heb het niet gezien. Dat viel mij gelijk. Komt die spelen gewoon op de hele eigen helft een positiespel? Nou, dat zag je wel terug in de wedstrijd. Dat pasen kunnen ze wel. Maar ja, kans creëren of afmaken, dat lukt ze dan weer niet. Ja, ja, let op de warming-up in ieder geval van de tegenstander. Heel fijn. Harald, jij moest lachen toen je zei van ik zag niet dat er druk op zat. Ja, had wel het idee dat er druk op zat. We hebben net de hoogtepunten gehoord. Ja, precies, op dat bandje van jou. Ja, dat was... Dat waren 3 hoogtepunten. Ja, dat was nog geen minuut, kan ik je vertellen. Ja, nou, ongeveer. En dan heb ik 89 minuten heb ik daar gezeten en zitten kijken naar een heel slecht NEC met een nog slechter Heerenveen. Ja. En is dat erg? Nee, want we hebben 3 punten. En zo mag het ook het einde van het seizoen worden. Vind ik niet erg. Maar nee. ik vond het wel heel erg zuur, de eerste helft. En we hebben geluk met Heerenveen. Want Heerenveen die heeft geen 1 kans gecreëerd, vind ik. Een keer een schot op het goal, maar dan houdt het ook op. En ik vind het goed om te zien dat Sano terug was. Ja, en weet je wat ik het mooiste vind? We hebben iemand uit de zandbak gehaald in Saoedi-Arabië. En die scoort gewoon 2 keer. Dus ja, die Abels lacht iedereen uit nu. Ja, is gewoon heel simpel. Ja, nee, Van Krooi laat wel gelijk zien zijn meerwaarde natuurlijk. Ja, gewoon gaat zo. Heeft ook in het oefenduel maakt hij een mooi doelpunt. Tegen Aken was dat al. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd om dat te zien. Sorry? Dat is niet voor iedereen weggelegd om dat te zien. Nee, ik heb het ook niet gezien. Hoezo heb jij dat niet gezien? Omdat ik die dag ziek was. Oh, dus ja, ik kon er niet naartoe. Dus dan wordt het ook nergens meer herhaald.
Je hoorde net ook het in het commentaar zeggen van eindelijk een keer na afloop dat het publiek ook echt even helemaal tekeer ging. Had jij, Richard, had jij dat ook het idee op de Jotertribune dat het nou dat het echt anders was dan die andere wedstrijden? Nou, het was vooral ook, denk ik, opluchting. Want die druk voelde ik van tevoren natuurlijk wel voor die wedstrijd. En inderdaad, buiten die doelpunten om, vond ik het redelijk matig. Ja, dat is een understatement. Nou, ik zat eigenlijk tot die 2-0, dacht ik van, nou ja, die 1-1, die valt zo nog een keer gewoon foutje achterin. Dus je zit daar eigenlijk op te wachten dat die 1-1 ergens gaat vallen. Ik zei in de rust tegen mijn buurman in het stadion, let op, zometeen gaat Meijer wisselen om die 1-1 te verdedigen. Zegt die buurman van mij, doe normaal gek, die wisselt nooit in de rust. Nee, zelden inderdaad. Dat is niet dezelfde buurman? Nee, dat is een andere buurman. Nee, oké. Okay. Nee, ja, dat... Ja. Ja, maar dacht je echt dat ze de 1-1, dat die eraan zat te komen? Ik heb geen moment gedacht, Heerenveen gaat hier een punt pakken. Nou nee, maar weet je, ik kom al zo lang bij NEC en ik heb ze al vaak op 1-0 voor zien komen. En hoe langer de wedstrijd duurt, hoe enger het wordt voor mij als supporter op de tribune. Nou, kijk maar naar Feyenoord afgelopen dit seizoen nog. Ja, weet je, als je 1-0 voorkomt in de tweede minuut, dat is gewoon billenknijpen in de hele wedstrijd. Dat is al jaren zo. Dat zal altijd zo blijven. Dus liever gewoon naar een kwartier of 20 minuten. Je zei het al, de 1-0 die viel al heel snel. 3 minuten. Er waren nog mensen die zaten nog niet op hun stoeltje. Die waren nog aan het wachten misschien wel om binnen te komen. Want nou, de rijen zijn soms lang. Maar... Bij ons achter, aan die westkant, is het altijd stervensdruk. En dan komen de mensen allemaal laat binnen. Ja. Of nadat de wedstrijd al begonnen is. Maar nu kwam ik aan en toen kon je gewoon doorlopen. Dus er is iets veranderd. Maar wat weet ik niet. Maar we konden wel allemaal gewoon doorlopen. Of iedereen was op tijd. Dat denk ik niet. Nee, oké. Okay. Normaal gesproken kom ik een kwartier, 20 minuten voor de wedstrijd en dan staat het hartstikke vol. En ja, dat hebben heel veel mensen. NEC-fans komen best laat hoor. Ze hadden nou een extra controle bij de grote poort. Die had ze ietsje open gedaan. Oké. Okay. Oh, dat scheelt. Dat 10 keer sneller als ja, precies. Ja. Maar waarom doen ze dus niet, als ik nog heel even daarop in mag gaan, waarom gaan ze nou nooit bovenaan de trappen gewoon de seizoenskaart scannen? Dat gaat toch veel sneller, lijkt me. Er is die doorstroom in de gracht beneden veel sneller. Ja, je moet de wedstrijdbeleving eigenlijk al krijgen. Ja, mag je iets dichter bij de... Ja. De wedstrijdbeleving moet je eigenlijk al krijgen als je bovenaan binnenkomt lopen. Ja. En ja, dan eens. Daar kun je biertje drinken. En met dat biertje kun je ook het stadion inlopen. Ja. En zo zou het moeten zijn, denk ik. Ja, dat zijn we daarover eens. Nou, daar komen we misschien zo meteen nog even op. Ik wilde in ieder geval even naar Vito van Krooi, want na 3 minuten was het raak voor hem. Ja, klopt. Debuut heb ik natuurlijk vorige week al gemaakt, maar thuis debuut, ja, geweldig om zo te beginnen. En best wel een belangrijke wedstrijd voor ons om weer te klimmen op de ranglijst. Dus dan is het natuurlijk extra lekker dat je zo begint in de wedstrijd en dat je meteen een doelpunt maakt. Wel een visitekaartje ook gelijk afgegeven aan de trainer? Ja, ik denk, wat ik in ieder geval afgelopen jaar heb meegemaakt, is dat de aanvallers worden afgerekend op hun rendement. En dat is natuurlijk lekker om dan zo aan je thuisdebut te beginnen. En dan laat je zien wat voor meerwaarde je bent gelijk voor het elftal. Want ik vond niet alleen dat, ja, die doelpunt die deed hij mooi, maar als je even een beetje in het veld op hem let, hij is heel veel aanspeelbaar hoor. Hij beweegt ook veel zonder bal. Ja. Ja, ik was wel blij met wat hij liet zien. En ik gun het hem ook. Ik ben blij voor hem dat hij nu dan wel scoort bij NEC. Zeker natuurlijk, omdat wij dat willen. Omdat we van NEC zijn. Maar ja, die gozer, de wedstrijd in de zandbak. Helemaal geen goal en ook geen assist. Nee. Hè? Nee. Ja, weet je, hoe lekker is het dan dat je terugkomt bij NEC. Met de oefenwedstrijd erbij dat je dan 3 doelpunten maakt. Nou, dat is wel een mooi gevoel voor hem. Laten we hopen dat hij weer op zijn heupen krijgt. Want bij Sparta was wel lekker wat hij allemaal liet zien. Hé, hey, en wat vond je van Pereira? Die moet niet over de middenlijn komen. Nee. Verdedigend de 10. Ja, maar daar is dit, word je toch voor betaald? Echt gewoon om te janken. Nee, maar kijk, jij wil nog steeds horen of zo. Onze keeper wordt betaald om de ballen tegen te houden. En Pereira moet de aanvallers tegenhouden. Nou, ja maar houden nee, want ze willen graag ook een beetje, hè, dat is tegenwoordig natuurlijk mode, hè, opkomende backs. Dus hij moet ook wat kunnen aanvallend kunnen doen. Maar, ik zag in de tweede helft, volgens mij was bijna op het einde, toen rende hij ook nog een keer naar voren. Nou, en toen liep hij ook tegen die muur aan. Ik denk, als die muur er niet had gestaan, dan liep hij zo de Eendracht op. Ja. Dorst. Hij liep in één keer. Hij kijkt nergens naar. Ja. Maar wat moet ik nog allemaal zeggen, Harold, zodat jij niet meer begint over die Pereira? Ik heb ooit één keer 1922 heb ik gezegd dat ik Pereira niet zo goed vond. Nee. Ik zeg en weet je, kom jij erop terug? Ja, maar gewoon omdat ik dat wil horen van jou. Dat vind ik fijn. Oh, dat vind je lekker. Ja, dat is een bevestiging. Ja. Ja. Ga er even voor zitten. Elke keer weer. Maar Harold, als je dan kijkt, hè, dan spelen ze op rechts een aanval. Dus Pereira loopt als wat op de middenlijn. Bal gaat uit. Ja. En zonder kijken gooit hij de bal naar achter. In plaats van naar voren. Ja, maar dat moet van mij. Ja. Dat doen ze allemaal. Heb je wel eens gekeken naar Nuiting? Of naar... wie zegt die? Wie is, jonge, oude.
Jonge Jan. Die doet dat, ze doen het nog allemaal. Het is gewoon zo ingestudeerd. Ja, maar ik zag ook een keer echt op links een mooie vloeiende aanval. De bal gaat er net uit, hij pakt hem meteen op. Iedereen staat lekker voor. Posities waren goed. Voor Krooi liep daar ook leuk. Ja. En er wordt gewoon blind naar achter gegooid. Ja. Zonder na te denken. Maar dat is gewoon het spel wat Meijer speelt. Ik zal je nog gekker vertellen. We hebben ooit eens een keer een vrije trap gehad. 5 meter over de middenlijn. En die werd ook teruggespeeld naar de keeper. Ja, dat is echt. Ja, dan moet je ook wel eens met een corner. Ja, dat is echt. Ja, oké, met een corner vind ik graven. Als je op vrije trap over de middenlijn hebt. Soms moet je dan elke bal erin gaan pompen dan. Als je ziet hoe NEC voetbalt achterin, vind ik wel dat is alleen al voor het publiek een verademing. Als er af en toe een bal in de 16 tegenstander komt. Oké, maar ik moet zeggen, de verdediging trouwens. Ik vond het allemaal best wel solide. Ja, ik vond zelfs Nuiting goed deze ronde. Maar dat kan ook. En dat is voor jou dan weer een zeldzaamheid. Nou, ja, dat is wel zo, ja. Hij probeerde dat bij hem de druk er ook op. Hij probeerde in ieder geval iets met opbouwen. Ja. Laat ik het zo zeggen. Nou dus, ja, goed. Maar wat je niet kan, moet je leren. En hij kan het ook nog leren blijkbaar. Maar veel kansen werden er niet gecreëerd. Je zei, we willen ook wel af en toe een beetje verwend worden. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. Maar die kansen die gingen erin. Oftewel een effectief NEC hebben we gezien. Ja, ik denk wel. Ik denk dat we er nog wel eentje bij hadden kunnen prikken. Maar uiteindelijk waren we vandaag denk ik effectief op het moment dat het moest. En hebben we goed verdedigd. Want we hebben denk ik heel weinig weggegeven. En dan, dan lijkt het redelijk simpel, maar dan is het denk ik een degelijke overwinning. En hebben we daarvoor moeten knokken, maar dat is goed gedaan. Ja, we hebben wel een NEC gezien wie wilde knokken. Dit was de ondergrens Breda hebben we niet meer gezien. Nee. Toch? Nee, klopt. Nee, ze hebben wel gewoon goed gewerkt. En Sano deed weer mee, hè? Dat zie je ook gelijk terug. Die was vooral in de tweede helft. Je deed toch tegen NAC ook mee? Het mooiste... Ja, maar gewoon een goede oude Sano. Ja. Het mooiste moment was dat hij gewisseld werd. Wat gebeurde daar? Ja, ik weet het niet. Maar iedereen ging staan, iedereen ging klappen. Hij kwam langs het uitvak, ging klappen naar het uitvak. Geweldig zoiets. Ja, en toen kreeg hij bier naar zijn hoofd, inderdaad. Ja, en dan, lekker dan. Hij drinkt geen bier. Nee, maar dat was voor hem. Hij, volgens mij wist hij ook niet heel goed wat hij daarmee moest. Nee. Want iedereen ging ook inderdaad staan, klappen en helemaal gek. Ja. Ja, maar terecht, ik vond Sano echt heel goed. Ja, die speelde gewoon echt heel goed. Je moet voorstellen als Proper terug is en Sandler, hè, wat je dan van As hebt. Maar dan wil ik wel Proper terug in zijn goede vorm, want dat was dit seizoen nog weinig van te zien. Nou, ik vond hem de eerste twee wedstrijden dat hij speelde, vond ik hem nog altijd beter als wat er nou staat. Nee, dat klopt. Nou stond Sano op zijn plek en dat was dan inderdaad echt aanzienlijk beter als wat ik tot nu toe gezien heb. Dat klopt wel. Nee, helemaal mee eens. Ik hoop ook dat ze zo snel mogelijk terugkomen. Ja. Maar ik word wel een beetje moe dat Sandler inderdaad nog steeds niet is. Ja. Hoe lang duurt dat nog? Dat kunnen we volgende week vragen, toch? Nou ja, dat hoop ik. Ik kreeg er wel een vraag inderdaad over binnen. Of Sandler inderdaad, voordat hij contract voor 5 jaar verlengde, of hij medisch gekeurd zou zijn. Dat gebeurt niet. Dat zal al niet. Nee, dat gebeurt niet. Gebeurt wel op het moment dat je overgaat. Maar ik kan me er wel die vraag natuurlijk voorstellen. Ik heb de afgelopen week niet nagevraagd, maar we zien hem nog steeds alleen maar rondjes rennen. Dus of hij is bezig voor de training voor de Zevenheuvelen loopt, dat kan natuurlijk. Want die is bijna, dus hij daar op een trainer is. Ja. Maar hij loopt alleen maar rondjes. Ja, maar wat het probleem is, hij was natuurlijk bij PSV weer terug. En eigenlijk was er toen niks aan de hand. Voor heeft hij toen een uur gespeeld, dacht ik. Dat was al best wel een aardig begin. Ja, dan houdt hij een tik over of een reactie van die wedstrijd wat niet helemaal goed was. En dat leek allemaal wel mee te vallen. Maar ja, zie hier, hoeveel weken zijn we nog verder? Ja, weet je, het schiet ook echt niet meer op zo. En die zit dit weekend nog niet bij. Nee, zeker niet. Nee. Tweede seizoen zelf, denk ik. Sorry? Aankomende weken is hier. Ja, weken. Ja, ja, ze noemen me wat. Ik denk dat de kans dat Dirk Proper eerder op het veld staat groter is, inderdaad. naar zijn schouder. Maar wat een mooi meemoment is, ik vroeg het ook aan Vito van Krooi. Die is natuurlijk later bij de selectie gekomen. Eigenlijk in de tijd dat het ook nog niet zo lekker liep. Of hij wel progressie zag in de groep nu. Ik merkte dat al meteen vanaf de eerste dag dat ik hier was eigenlijk hoor. Maar ja, als je natuurlijk na de afgelopen wedstrijd tegen NAC, dan is het natuurlijk, kan iedereen daar helemaal geen kut van. En dan is het allemaal kut. En als we er vandaag 3-0 winnen, dan is het natuurlijk allemaal weer goed. Maar dat is natuurlijk een beetje typisch voetbal. Maar ja, ik heb vanaf dag 1 tot ik bij NEC ben, de trainingen die ik heb meegemaakt, zie je dat er enorm veel potentie en enorm veel kwaliteit in deze groep zit. En daarmee ben ik blij dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen. En uiteindelijk, net als vandaag, doelpunten kan maken.
Hebben wij gezegd dat ze er geen kut van kunnen? Nee, maar ik vind het wel lekker dat die jongen die heeft geen mediatraining gehad. Die denkt, ik zeg gewoon wat die heeft een jaar in Saudi-Arabië gezeten. Dat kan alles. Nee, dan mag je volgens mij helemaal niks zeggen. Dan mag je niks, hè? Nee, maar dat, als je dat sterker nog, als je dan in Mekka moet voetballen, dan moet je er omheen. Ja, maar dat wil ik. Ja, dat vind ik trouwens een goede vraag. Hij heeft in Mekka gevoetbald, hè? Dan mogen wij allemaal. Ja, of je moet. Nee, dan mogen wij niet in als niet. Nee, maar hij ook niet. Nee, maar hoe gaat hij dan voetballen? Nee, die voetballen buiten Mekka, maar die moeten er omheen en die moslims mogen er doorheen. Ik heb dat van Gentenaar gehoord, dus dat is echt grappig. Nou, daar heeft hij hier geen last van. Hij hoeft hier nergens omheen en kan gewoon lekker op het veld staan. Ja, dat Roger Goffert, omdat hij slecht gevoetbald heeft. Nou, zo slecht heeft hij nou nog niet gevoetbald. Nee, vandaag niet. Nee. Zaterdag was hij een van de betere. Nou, ik denk dat hij de keuze alleen maar moeilijker maakt voor de trainer. Dat is op zich natuurlijk goed. Ja, daar is hij toch voor gehaald ook. We moeten het toch ook moeilijker maken. Dat weet ik niet. In het begin riepen we allemaal van, nou, is voor op de banken. Breedte. We hebben hier ook met elkaar gesproken. Ja, Vitor van Krooi is leuk voor in de breedte. Nou, maar dan moet je die jongen toch goed kennen om dat te kunnen zeggen. Wij kennen die jongen toch helemaal niet. We hebben een jaar niet zien voetballen. Daarvoor bij Sparta heeft hij toch fantastisch gedaan. En bij VVV ook nog prima. Ja. Of bij PEC. Hij is een broer voetbal bij VVV. Ja, dan? Hij zat ook bij VVV. Hoorde niet aan mijn accent? Ah, jawel, dat zegt hij. Nee, maar ik vind het wel lekker. Van Krooi links of rechts. En dan Sont Jansen, Idem Dito. Die kan ook links en rechts. Dus... ik zie er wel voor, maar ik vond Eunal tegenvallen. Daarom zeg ik ook Sont Jansen. Ja, en die viel me wel weer lekker op. Hebben we zo meteen ook nog een vraag over. Dus die gaan we zo meteen beantwoorden. Alles gezegd over Heerenveen? Jawel, hè. Maar waren die slecht, hè? Nou ja, ik denk dat... ik zal me als Heerenveen supporter best zorgen gaan maken, ja. Van Persie, ook wel, denk ik, ja. Ik zou het zweet op het voorhoofd hebben als ik hem was, hoor. Goed, de drie punten zijn daar. De volgende wedstrijd is Almere. Daar gaan we straks natuurlijk nog eventjes op voer beschouwen. Natuurlijk vrijdag is dat vrijdagavond weer. Ook weer. Wat anders dan op zaterdag. Ja, eigenlijk wel lekker. Ja. Ik wil dit eigenlijk niet te vaak doen, maar als ik me zo mag geloven, is hij heel blij. Dan heeft hij weer een weekend. Ja, nee, ja, maar dat bedoel ik. Alle uitwedstrijden op zaterdag. Dat hoorde ik thuis ook. Dus je bent het weekend thuis. Ik zeg, nou ja, dat... Dat weet ik nog dat niet. Dat weet ik nog niet, maar... Juliana speelt ook. Goed, gaan we er voor andere dingen hebben. Want afgelopen week zagen wij hier en daar ook wat foto's van de oude toegangspoorten. Die zijn er nog. Hele veel mensen die wisten niet eens... ik ook zelf trouwens niet, maar dat komt omdat er heel veel bomen en struiken zitten. Maar die moeten weer in ere hersteld worden. Nou ja, ik ga graag ergens anders bij stadions kijken. En het eerste wat ik doe is natuurlijk kijken naar de dingen van vroeger. Een oude mast of een oude poort, oude ingang. Dat soort dingen, dat vinden we geweldig om te zien. En ik wist tot er ergens tussen eentje nog eentje stond. En net wat we zeiden, er komen steeds meer bomen omheen te staan. Ja, dat moet gewoon weer tevoorschijn komen. En het liefste dadelijk een nieuwe ingang zijn naar het nieuwe stadion. Ja, jullie hebben al die bomen daar weggehaald, hè? Ik zou niet zeggen dat we dat gedaan hebben, maar enkele supporters die hebben het initiatief genomen. Ja. En dat heb ik natuurlijk wel omarmd. Ja, ja, ja. En wat is daar nu van over? Want die poortjes, de oude poort, dat is het enige nog die er staat, hè? Deze poort is, zover ik weet, de enige die er nog staat. De trappen waren weg. Alleen de zijkanten van de fundering, van de zijkanten van de trap, die staan er nog. Volgens Van Paddock is er ook nog, volgens mij. De trappen van Paddock? Nee, niet de trappen, maar de poort van Paddock. Volgens mij zijn al die poorten weg, hoor. Voor mij is dat inderdaad wel de enige nog. Denken. Ik ga even googlen. Hey, maar even, Jan, jij bent van de E-site, hè? Jullie omarmen dat een beetje met z'n allen, hè? Ja, natuurlijk. Dat is de oostkant waar we, tenminste ik nog wel als jong jongetje, nog omhoog ben gelopen. En de meeste jonge gasten die kennen het niet. Nee. Maar ja, de oude wel, daar zit ook zo'n hele oude nog. Ja. En vind jij leuk, hè? Is zeker. Ja, ik vind het ook die leuk. Ook daarbij worden. Maar ik heb het de reacties op de socials gezien van, mensen vonden het geweldig en dit moet in ere hersteld worden. Dat soort dingen kwamen al naar voren. Nostalgie, die woorden. Ja, dat geeft alleen al aan hoe iedereen er eigenlijk al een beetje in staat, dus. Ja, op dit moment inderdaad is de poort weer zichtbaar. Nou, de trappen die liggen er blijkbaar niet meer. Nee, daar kwamen ze nu achter. Dus maar zonde. Dan moet nog iets gedaan worden, maar het muurtje en dat soort dingen daar naartoe wel. Jij zegt het zou eigenlijk, als er ooit een nieuw stadion komt, dat is natuurlijk ook maar weer de vraag, maar dan zou dat mooi... dat zou ideaal zijn als de trappen naast de Haaskamppoort weer in ere hersteld worden en je gaat vanaf daar zo
het nieuwe stadion in. Dan, ik ben toevallig met het EK in Leipzig geweest. Daar hebben ze precies hetzelfde gedaan. Ja. Dus ik heb ook meteen foto's gemaakt hoe dat eruit zag. En, Goed, maar jullie, ja, dit is, nou ja, dit is nog niet gelijk helemaal af natuurlijk. Het groen is nu weg, de supporters zijn zichtbaar. Jullie willen het nog verder opknappen, hè? Ja, dat is wel het ideaalbeeld, maar daar gaat wel een kostenplaatje aan zitten. En ja, dat is gewoon een lastig verhaal. En de wegen naar de gemeente, of in ieder geval voor de subsidies of dat soort dingen. Ja, maar dit is toch, kan toch als monumenten worden gezien? Ja, je kunt mij wel aankijken. Ja, ik denk, jij bent de enige met een beetje ervaring in de gemeenteraad. Dus, Nou ja, het is, volgens mij is het geen monument, want het is afgebroken. Okay. Dan kan je geen monument Maar er staat toch een poort? Wat dus ik begrepen heb, zijn de Hazekamp-poort, het torentje van de hoofdtribune. Hazekamp wel, ja. En de twee trappen links en rechts van de hoofdtribune, die oude. Ja. Volgens mij staan die op de monumentenlijst. En daar mag officieel niks aan gedaan worden. Nee, maar dus ik heb toch gelijk dat paddock nog wel bestaat. Want dat is dan links en rechts van de eredivisie. Ja, die trappen wil ik zeggen, die zijn er nog. Hey, we hebben het over ingangen erboven, hè? Nee. Maar ik zit even te denken. Want het is gewoon... ik heb wel het hele stadion in mijn hoofd. Maar meestal aan de binnenkant, niet van de buitenkant. Maar als dat zo is... Ik denk dat het die poort op de Hazekamp... dat wel een monument zou kunnen zijn. In ieder geval ook met het... Olympische teken erop. Precies. Ja. Maar kunnen we niet ergens peilen of zoveel supporters hier warm hart van krijgen? Want weet nou, ik zou best wel, als we een soort crowdfunding hebben, ja, dat bedoel ik zou best mee willen betalen. Maar misschien moeten we dat. Wij zijn hier met z'n drieën heel erg groot fan van Legio Novi Waregem. Maar goed, met goede initiatieven die kunnen we natuurlijk ook ondersteunen. En dan kunnen we gewoon elke maandag roepen dat die poort er nog niet is. Dus er moet nog meer geld bij. Nee, maar Legio Novi Waregem, dat is de laatste keer €12.500 opgehaald. Ja. Nou ja, met een goed verhaal kan je dit ook gewoon prima verkopen, lijkt mij. Ik zou het heel gaaf vinden als zo'n poorter is. Weet je, maak er maar gewoon een ingang van. En dan loop je maar een stuk steiler omhoog, maar mij dan uit. Je zegt van, het kost geld. Hebben jullie een idee wat het gaat kosten? Nee, nog totaal niet. We moeten nog wel offertes gaan opvragen. Om in ieder geval te kijken van aan wat voor bedrag moeten we gaan denken. Want... En vindt NEC het goed? Want dat is natuurlijk ook altijd wel belangrijk. NEC vond het... Ja, achteraf zei ze van, we hadden graag geweten over de bomen en dat soort dingen. Ja, Wilco is natuurlijk bang dat er gelijk natuurlijk een paar politieke partijen komen. Die denken, daar is een boom gesneuveld. Ja, maar ja, die bomen die stonden er ook niet daarvoor toen die trap er stond. Dus dat vind ik in ieder geval nooit eerlijk meer. Zo wordt er niet echt naar gekeken volgens mij. Maar ik denk als ze het zo doen, dan zijn we die stap in ieder geval voor. En nou geeft NEC wel aan van, ja, die trap die willen wij op zich natuurlijk ook wel weer... Zonder dat het ooit weggehaald is, eigenlijk wel, als je daar nou over nadenkt. Als je er nu... Crowdfunding, dat vind ik al een moeilijk woord. Want ik ben zelf ook initiatiefnemer in de borstbeelden van Frans Janssen, topscorer alle tijden. Ja. En zij vissen met de meeste wedstrijden. Maar ja, ook daar zie je gewoon dat het best wel lastig is. En je gaf al aan van Legio doet een collecte en dan komt er meer dan €10.000 tevoorschijn. En wij doen collecte voor twee clubiconen en haal je €3.000 op. Als jij echt iets moois wil maken, dan moet je gewoon zorgen. En dat kan RS7 aan mij helpen. Dat kan de Gelderland aan mij helpen. Door een goed stuk te plaatsen in de krant of in de media hier. Waarin je aangeeft waarom je dat wil. Want ik denk dat heel veel Nijmegenaar best wel bereid zijn om te betalen. Er zit er nou eentje naast jou, die wil ook wel mee betalen. En ik wil dat ook wel doen. Weet je, maar je moet het wel weten. Nee, heeft hij al gedaan. Maar ik denk dat het verschil ergens zit in de leeftijd van mensen die dus... Ik denk als we het beeld van Dennis Gentenaar en Leiva Kebessie zouden doen, dan had het er al gestaan. Omdat die jongens die allemaal in het stadion zitten, die spelers wel kennen. Ja, ik vind dat moeilijk. Ja, Frans Janssen zei, ze kent de helft in het stadion, die weet niet wie het is. Ach, tuurlijk wel. Joh. Als je een beetje met NEC bezig bent, dan weet je wel wie Frans Janssen is. Kom. Dus je hebt een heel mooi initiatief. En zo zie ik het. En als je goed en een mooi initiatief hebt, moeten we gewoon zorgen dat het jullie initiatief blijft en dat wij met z'n allen dat initiatief gaan steunen. Ja. Nou, ik denk dat dat best kan. Ja, dat denk ik ook wel. Alleen denk ik ook dat de gemeente, als de e-site aanklopt of een mailtje stuurt, dat er de dag heel anders tegenaan gekeken wordt. Nee, maar goed. Met bepaalde dingen uit het verleden misschien, maar... Dat weet ik niet. Ik denk dat ze gewoon per situatie bekijken. Maar goed, iedereen kan een mailtje sturen. Richard kan dat doen, ik kan dat doen. Zelfs Wilco kan dat doen. Als je maar een goed plan hebt. Goed, we gaan het even volgen de komende tijd. We komen een keer langs en we gaan dat in beeld brengen. We gaan gewoon er flink aandacht aan besteden. Mag ik één heel klein puntje nou aankaarten? Nou. Als het niet te veel tijd kost. Dat ligt eraan. Heb jij Studiosport gekeken afgelopen zondag? Nou, daar heb ik iets over geschreven, toch? Ja. Op X. Ik heb ook ESPN even gekeken.
Sinds wanneer gaan we nu, Nick, weer doen dat al die mensen buiten Nijmegen nek gaan zeggen in plaats van NEC? Ik vond het echt heel storend. Ja, ik ook. Ik heb het niet gehoord, maar ik heb geen Studio Sport geluisterd. Nee, bij Studio Sport. Leon Stendler. Hoe heet ze? Leon Stendler. Leon Stendler, die begon over iets en die zei ja bij... het ging over Johan Neeskens en toen zei ze ja, Johan Neeskens, ook bij NEC is hij trainer geweest. En de commentator bij ESPN die zei NEC staat 16e, Heerenveen 11e, maar het scheelt niet veel. Maar is dat in de hele wedstrijd geweest? Of nee, daarna ging die wel weer gelijk over NEC. Nee, maar goed, weet je, ik snap daar wel. Die zijn in de war met NAC. Wij zeggen dan NAC. Kom eens op. Hou eens op, hé. Maar joh, maak je niet druk, man. Eén wel, keer. Dan maak je wel druk. Tong. Ja, ik ook. Ik heb last van mijn nek. Ik baal er ook van. Maar ja, weet je, als daarna gewoon vergeten. En je lult uit je nek. Ja, dat doe ik ook. Nee. Goed, maar dat was jouw punt? Ja, dat wil ik even kwijt. We hebben hem opgeschreven. Ja. Dan gaan we, gaan we nog meer punten maken. Want ik kreeg afgelopen weekend ook al een mailtje of een appje daarover binnen. Van ja, jullie behandelen altijd veel dingen. Jullie willen altijd vragen hebben. En daar kwam eigenlijk gelijk Harold ook overheen. De bierprijzen. In de stadions. Er is weer een vergelijking hebben ze gemaakt van alle stadions in Nederland. Ik zie er eentje al. Ja, ik heb Richard uitgenodigd. Ja, Richard hoort bier en die denkt dat er nu een flesje komt. Maar, nee. Maar even, ze hebben in ieder geval onderzocht natuurlijk weer wat de bierprijzen dit seizoen zijn in de Nederlandse stadions. En daaruit is gebleken. Omgerekend moeten we wel even zeggen, want dat is wel echt heel belangrijk, dat bij NEC 1 liter bier, als je dat zou bestellen, het een al duurste drankje is in de Eredivisie. Want alleen FC Twente zit onder ons. Ja, klopt. Maar er zat de haak aan Eastside die vorig jaar dus die actie gevoerd hebben er al niet ver naast, zou ik dan zeggen. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Daar zitten ze ook niet. Nee, sterker nog, ik heb een stuk uit... sorry. Januari 2024 en toen werd er gezegd door Ivy toen nog, en dat is dan op zich wel weer grappig. En die zijn nu failliet, hè? Ja, die zijn failliet, ik dan wel weer met al die dure prijzen. En, en als je dan niemand gaat drinken, dan... Want even omgerekend, naar een liter betaal je €13,71 voor een liter bier. Alleen in de Golsvesten bij FC Twente is dat iets duurder, is het €13,74. Ja, en wat ik dan nog raar vind, bij Ajax betaal je €7 nog wat voor een biertje, maar dan krijg je 0,6, 7 liter. Bij NEC krijg je 0,35 en dan betaal je 4,80. 0,35. Ja, dat vind ik echt schandalig. Nou ja, sorry, goed, weet je, maar... het excuus vorig jaar, begin dit jaar, was dat Ivy een of andere suikertax had, waar ze het over hadden. En ze hadden het over... de stijgende bierprijzen en de schaarste van personeel. Dus dat hebben ze allemaal niet meer. Want nou zijn het mensen die bij NEC in dienst zijn. Dus hoe dat dan zit, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat toen een excuus was dat er meer geld gevraagd moest worden, omdat ze minder personeel hadden. Dan is het biertje duurder. Terwijl je dan eigenlijk zou denken, als je dan minder personeel hebt, hoef je minder personeelskosten te betalen, dan zou het biertje weer goedkoper kunnen zijn. Ja. Maar dat deed Ivy dus niet. En de suikertax, die ging eroverheen. Hoe dat dan precies zit met bier, weet ik niet. Maar het zou betekenen, de suikertax op een liter bier was 26 cent. Nou, en wij betalen €13,71 voor een liter bier bij NEC. Dan min een kwartje dan, min 26 cent. Nou ja, dan zit je nog steeds heel hoog, volgens mij. En het is natuurlijk schandalig. En zij hebben toen gezegd, dat is marktconform. Maar we hebben in Nijmegen omgeving gekeken naar de bierprijzen bij festivals. Ja, maar goed. Dat is ook een heel probleem, hoor. Nee, maar iemand die bij een festival komt, die gaat daar één keer in het jaar naartoe. Of één keer in het half jaar. En bij ons kom je gewoon elke wedstrijd. Maar wij vergeten één ding. En daarom ben ik ook blij dat Richard er is. Wij zijn wel gewoon een volksclub. En jij staat er toch ook zo in? Je vindt toch ook dat het gewoon veel meer voor het volk moet zijn, qua prijs? Ja, dat sowieso. En voor mij is stadionbeleving is natuurlijk niet alleen die wedstrijd, maar alles eromheen. En dat betekent ook een drie kwartier, een uur voor de wedstrijd. Lekker bij de schub met je vrienden. Ja. En met de een heb je op de kleuterschool gezeten en met de ander heb je nog bij je vorige werkgever gewerkt. Dat hoort er ook bij. En dat wordt bijna onbetaalbaar voor sommige mensen op deze manier. Ja. En ik moet wel zeggen, het heeft niet aan mij gelegen dat Ivy failliet is gegaan. Nou, jij zei de paprika chips wel op. Dan wil je bier verkopen. Ik zit in vak Z en daar waren de bekers op. 20 minuten voor tijd waren de bekers op. Kon je dus geen niks meer bestellen. Maar hoe kan dat dan?
Mensen komen toch met een beker terug? Ze hadden het verkeerd ingeschat, werd er gezegd. Ja, verkeerd ingeschat. Ja, maar dat is je weet toch hoeveel... Dat is toch niet de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen? Nee, maar als je dus een inschatting maakt en je bent een horecabedrijf, snap ik dat nog wel. Maar dat een club zelf dat niet helemaal in de smiezen heeft, dat kan ik dan nog wel snappen. Want we zijn geen horecabedrijf bij NEC. We zijn een voetbalclub. Maar ik vind het ook niet zo erg dat die bekers er niet waren. Want in de sim, ik drink toch geen bier. Maar wat ik raar vind... Wij wel. Weet ik. Maar ik ga niet in detail verder. Want ik heb ook iets van uitwedstrijden gehoord en zo. Daar ga ik het niet over hebben nu. Echt. Maar ik vind het jammer dat wij zoveel geld moeten vragen aan een volksclub. Ja. Ga nou eens gewoon op die Goffertribune, loop daar eens langs. Ga eens kijken op de Haaskant. Daar zitten gewoon mensen die moeten gewoon keihard werken om hun poen te verdienen. Die moeten een seizoenkaart kopen die in 2 jaar tijd alweer meer dan 100 euro duurder is geworden. En dan vervolgens noem je jezelf nog steeds een volksclub. Wij zijn gewoon het vervreemde. Wat betaal je nou? Je noemde net vak F en G. Hoeveel betaal je daar nou voor? Ja, seizoenkaart is ongeveer, ten opzichte van 2 jaar geleden, is ongeveer 100, 120 euro duurder geworden. Ja, dan zit je toch wel rond de 400 euro als ik het even zo inschat. We hebben al die nieuwe nummer 10 voor gekregen, toch? Nee, maar die is er dus ook niet gekomen. Nee. Want daar zitten we met z'n allen op te wachten nog steeds. Misschien in de winterstop. Ja, goed, dan hebben we toch. Maar goed, uiteindelijk is het zo dat de prijzen op vak A tot en met de Goffertribune, daar zit je nu op dit moment op 274 euro. En 2 jaar geleden was dat 200 euro. En dan kun je zeggen, ja oké, dat waren prijzen vanuit de eerste divisie, omdat we naar de gepromoveerd zijn. Maar goed, dat maakt niet uit. Je vraagt in één keer 75 euro meer. Ja. En plus dan nog eens, die mensen willen ook nog een keer wat drinken. En dan moet je 18 wedstrijden, moet je 13,76 euro betalen voor een liter bier. Nou, ik zie soms mensen 3 keer lopen, dus die betalen dat echt. Dingetje. Ja, maar dat gaat NEC niet omlaag gooien. Want daar verzinnen ze wel weer wat voor. Nee, dan dat was het snap IV, ik. Nee, maar goed, weet je, kijk, Wilco zei vorig jaar, de seizoenkaarten gaan, de prijzen gaan omhoog. Nou, ja, dat, weet je, dat heeft hij gezegd. Dat is ook zo, die zijn omhoog gegaan. En ja, daar zou inderdaad, wat Johan had gezegd, daar zou een 10 voor gekocht worden. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja of een 11. Ja, of misschien 12. Een nieuwe keeper. Whatever. Maar wat hebben we? We hebben geen topspeler gekregen. En dan kunnen we zeggen, ja, is dat... Ja, nee, ik maak me daar niet druk om, maar ik hoef me ook niet echt heel erg druk te maken over een seizoenkaart die ietsjes duurder is geworden. Maar ik vind het vervelend dat mensen een worst voorgehouden wordt. En dat vervolgens dan niks meer gedaan wordt. Maar die seizoenkaarten zijn in 2 jaar tijd gewoon meer dan 25% omhoog gegaan. Ik vind het duur worden. Ik vind het zot voor woorden. Ik vind het ook echt duur worden, ja. Ik ben in principe nog gewoon een student. En met een studentenloontje, dat is toch wel weer een goed bedrijf. Maar goed, NEC heeft ambities. En die wil natuurlijk ook verder doorgroeien. Ja, of jaar, seizoenskaart. Daar is geld voor nodig. Het stadion kan niet uitgebreid worden. Dus ze kunnen niet zeggen van, we kunnen nou nog eens een keer 5000 supporters meer kwijt. Dus dan gaan ze toch een beetje op die manier toch met die seizoenkaarten iets hoger maken. We hebben trouwens ook nieuwe stoeltjes gekregen voor de poen. Ja. Ja, wat mij betreft hadden ze die oude hadden ze niet hoeven investeren, hoor. Want die oude zaten toch iets beter. Nou ja, de beste investering heeft Theo een paar jaar daarvoor gedaan. Toen heeft hij ze geflambeerd of zo. Ik weet niet, werden ze helemaal gespoten en daarna helemaal met vuur geflambeerd. Ik moet wel zeggen, het ziet er wel fantastisch uit, hoor. Want ik ben vaak heel vroeg in het stadion en dan is het nog helemaal leeg. En dan zie je de mooie... Ja, maar Maurice, dat zeg jij nou wel. Dat is leuk. Die stoeltjes zitten gewoon kut, punt. Nee, dat klopt. Kun je lang over praten, maar die zitten gewoon niet fijn. Ja, ik sta. Dus nou, is goed, jij mag staan. Ik moet zitten. Richard, jouw mening? Ik sta meestal. Ja. Dus ik merk niet zoveel van de stoeltjes. Nee, het maakt jou ook niks uit. Nee. Nou, ik heb er wel een paar keer op gezeten, maar het is toch wel inderdaad anders. Ja. Dus het is dunner, bewegelijker. Het is net niet helemaal. Nee, het is het niet. Nee. Ik ben ook heel benieuwd hoe het straks gaat zijn als het wat kouder wordt. Want je zit bijna op het beton. Dus, hoe gaat dat nou dan? Want ik vind, we zitten nou al jarenlang, hè? Zitten we te praten over een nieuw stadion. Ja. En dan krijgen we nieuwe stoeltjes, 12.500. Ik vind het raar. Ja. Als ik 5.000 bij moeten kopen, dan heb je kleurverschil. Krijg je dat weer. Ja. Nee, maar dat is toch raar. Maar misschien dat ze daarom zo goedkoop zijn. Dat ze denken, ja, die gaan 2-3 jaar mee. Ja, maar had je toch beter gewoon die oude kunnen houden? Goed, maar het gaat even over de prijs. De bierprijs is dus enorm, als je gaat kijken, in vergelijking met andere clubs. En dan heb ik het over clubs waar we ons een beetje mee moeten vergelijken. Als je gaat naar Heracles, Groningen, Heerenveen, daar is een biertje beduidend goedkoper. En die kunnen het ook. En die hebben ook een suikertax. En die moeten ook gewoon spelers halen. En hebben ook Heineken. 1,71 euro minder. Nee, niet allemaal, wel veel.
1 euro? Bij Heracles, 1,71 euro minder op voor een biertje. Per liter. Maar goed, conclusie, het is duur. Ik heb ook natuurlijk even gevraagd bij NEC, maar daar heb ik nog geen reactie op. Van, nou, ik denk dat er best wel een reactie op gaat komen, maar daar zijn ze misschien even over nadenken. Okay. Maar in ieder geval, waarom die prijs gehanteerd wordt. Vorig jaar wezen ze allemaal naar Ivy. En van wij kunnen er allemaal niks aan doen. En we vinden het ook allemaal erg. En nu denk ik van je kunt er wel wat misschien aan doen. Hoe duur zou het zijn? En ik heb ook gevraagd of er ook nog een prijsverhoging aan zit te komen. Nou, dat hoop ik niet. Nee, maar dat vind ik dan wel voor hetzelfde geld. Zeggen ze op 1 januari, het biertje wordt toch duurder. Ja. Krijg je 0,25. Ja, nog minder. Ja, dat is een slok. Ja. Hoe zit het dan? Maar krijgen wij maar, zit er maar 35 centiliter in zo'n volgens mij wel, glas? Ja. En ze zeggen dan ook nog dat het 0,4 is, maar dat is dus niet zo. Nou, wordt vervolgd? Wordt vervolgd? Wat over eigenlijk? De prijzen? Nou, over de prijzen. Nou, die hebben we toch over gehad? Ja, nee, maar het antwoord komt deze week. Ja, het antwoord komt week, is goed. Dan kunnen we daar weer over doen. Je zei al van, we gaan lekker naar Almere. Daar mag je wel met, want het wordt steeds volgens mij voor jullie een problematische om ergens naar een uitwedstrijd te kunnen. De vakken zijn te klein. De vakken zijn sowieso te klein. Voor jullie, dat kan het allemaal niet. Nee, dat is jammer, maar dat is wel wat het is. Wij zijn denk ik nog uit de tijd dat we met 100 man ergens heen gingen, dan was het veel. Maar tegenwoordig, en daar heeft denk ik ook Legio zijn aandeel aan gehad, om te zorgen dat er weer heel veel mensen meegaan, omdat ze het mooi vinden en die sfeer te maken. Ja. Dus daar ook de complimenten richting Legio. Almere wel prima uitvakkie, toch? Ja, het is klein, hè? Eigenlijk klein. Wel te klein, hè? Dus, naast de fanatieke aanhang ook volgens mij van Almere. Een beetje rondlopen daar, ik weet het niet, hè? Kan ik me nog herinneren. We zijn er wel eens een keer rondgelopen. Gaat dat niet meer? Nee, een tijdje geleden zijn we daar rond gaan wandelen. En sindsdien kan dat niet meer gelopen. 2015 hebben we het over, volgens mij. Ik kan me nog herinneren 14, dat we naar Wageningen uitgingen. Daar kon je ook gewoon rondlopen. Ja. Ja, dat was mooi. Het wordt wel lastiger met die kleine uitvakken. Ja. RKC is nou in de verkoop. En dan zit je met een pluskaart. Moet ik morgen hopen dat ik er nog tussen kom. Want ik zit bijvoorbeeld in de Blumbus. Nou, die had nog maar 14 kaarten, 13 of 12. Ja, maar die hebben allemaal plus-plus bijna. Ja, bijna allemaal plus-plus. En dan je moet hoeveel plus-plus moet je? 14 uitwedstrijden. 14 wedstrijden. Ja. Weet je hoeveel ik er had vorig jaar? Nou? 13. Maar dat is inderdaad wat Johan net ook zegt. En wat wij ook al vaker benoemd hebben. Dat heeft echt met Legio te maken. Kijk, zo'n Blumbus, die gaat niet de hele wedstrijd lopen springen aan hossen. Dat doen ze niet. Dat weet ik zeker. Maar die hebben wel een hele andere uitwedstrijdbelevingen. Ja. Dat is gewoon een vriendelijk. Je hebt ook andere knieën dan mensen liggen. Daar krijg ik niks over hun buik. Ja. Nee, maar die hebben gewoon een hele andere wedstrijdbeleving. Die hebben het over Hertog Jan bier en over beefy washes. Ja, want er is trouwens wel een vraag over binnengekomen over de Blumbus van, ik denk dat het Louis de Mast is. Ja. Wat is de kwaliteit van het frituursel? Ik zei, nou, daar moeten we aan Richard vragen. Ja, Richard. Wat is de kwaliteit van de... Laat ik vooropstellen dat de faciliteiten in de Blumbus zijn helemaal top. Top geregeld. Dus van alles te eten. Genoeg keuze. We hebben tegenwoordig vleessponsors. Iemand sponsort wat geld. En iemand anders gaat het vlees klaarmaken. Altijd met een thema. En dan heb je bijvoorbeeld het thema Japan. En dan heb je de koki kroketjes. Samenballetjes. Ja, top geregeld. En qua frituursel, als we zo tegen het eind van de middag, begin van de avond wegrijden, dan hebben we petjebezorg.nl. Patrick. Kunnen we bestellen van Ugala. Die komt met zijn thuisbezorgtas de bus in. Lekker. En dan hebben we lekkere vette backflow gaan. En dat is natuurlijk is net iets anders dan dat ik ze zelf maak. Maar op zo'n moment is dat echt heerlijk. Job, die vroeg nog, daar zouden we nog op terugkomen. Is het gezien de huidige conditie van hem niet beter om Hansen te brengen in de 60ste minuut? Zoals afgelopen zaterdag. Of zouden jullie hem toch laten starten? Starten. Ja. Ik snap ook niet waarom hij niet start. Dus er zal wel iets gebeurd zijn weer. Maar die jongen moet altijd voetballen. Zo, ja. Die jongen is zo goed. Je ziet ook wat gebeuren als hij komt. Toen hij maar 20 minuten mocht meevoetballen, was hij ook de beste. En dan was hij niet fit, dus had hij wel de hele wedstrijd gevoetbald. Dus spelen. Die 3-0 komt ook door hem, hè? Ja. Die begint bij hem. Ja. Dus spelen. En Pereira deed ook mee, geloof ik. Ja. Ja, maar die moet niet over Hans heen gaan. Nee, Hans. 60 minuten. Ik zou Hans laten starten. Deze race. Ja, ik ook.
Gezien de tijd, we moeten ook weer gaan vooruitblikken op de wedstrijd van vrijdag. Er wordt hier gelijk nog eventjes wat foto's gemaakt. Nou. Wedstrijd vrijdagavond. Ouderwets zou ik bijna weer zeggen. Lekker, het hele weekend heb je dan nog vrij. Maar vrijdag gaan we naar Almere. Almere City is dan de tegenstander. Almere heeft de punten hard nodig. Misschien ook wel een van de degradatiekandidaten voor dit seizoen. NEC die wil nog wel eens dat soort clubs gaan helpen. Soms. Heerenveen heeft dat ook gedaan, hè, de afgelopen wedstrijd. Ja, ja, ja. Maar wat denken we ervan? Nick, wat gaat het worden? 0-2. Harold? Ja, ik durf niks meer te zeggen. Ik zei het tegen NAC 4-1, maar, of 1-4. Maar laten we het eens op 1-2 houden. 1-2, voorzichtig. Richard? Ja, ik vind 0-1 genoeg. En dan feest in de bus terug naar huis. Ja. Met kokiekroketjes. Ja, kokiekroketjes dan. Lekker. Johan? Ja, ik ben meestal iets bescheiden of behoudender, maar ik denk een gelijkspel. Een gelijkspel? Gelijk spelen in de laatste minuut of in ieder geval de gelijkmaker maken, dan kun je nog met een redelijk gevoel misschien. Oké. Okay. Staan onderaan, hè, Almere. Ja, maar daarom, maar meestal is dan NEC degene die... Ja, nee, dat klopt. Ik ben... Heeft een team wat een nooit punt heeft gehaald en NEC komt langs en dan bedankt. Ja. Ben ik iets positiever? Ik zeg dat het 0-3 wordt. Oh, yes. Ja. Lekker hoor. Maar ja, een toppetje. Ja, ik ga het gewoon... moet gewoon een keer. 0-3 gaat het gewoon worden. En dat zou lekker zijn, want dan pakken we weer 3 punten. En dan ga je je beter vestigen waar NEC eigenlijk ook hoort te staan. Goed, dit was hem dan weer. De NEC Update podcast voor deze week. Dankjewel weer voor het luisteren in ieder geval. Jullie bedankt voor jullie komst. We gaan deze week wel ergens zien en spreken. In ieder geval nog aandacht aan de poorten besteden, want dat moet heel erg belangrijk. Ries, dankjewel. Tot de volgende keer. Vond je het leuk? Gezellig? Ja. Ja? Altijd gezellig. Nee. Johan, volgende wedstrijd. Hè? Volgende week maandag luisteren. Want ik ga de hele maandag, als we hebben dan 1-2 gewonnen, ga ik de hele maandag vertellen dat die trap er moet komen. Volgende week hebben we ook weer een gast. Special guest kan ik dan wel zeggen. Wie dat is, dat gaan we later deze week bekendmaken. Maar ik zou zeker gaan luisteren. Ja. Dan gaan we een uur lang... goed even. En ook misschien ook wel inbellen met mensen en dat soort dingen. Zo. Dus dat wordt leuk. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Yo.